Hallo kidoki allemaal, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik vond het wel eens leuk om de producten die uit de adventskalender van zowel Essence als van Catrice komen, is met je te testen in een full face look. Nou ja, full face, daar zit niet alles in, maar dat is ook heel lastig in zo'n kalender, want zo'n kalender moet natuurlijk universeel zijn. Maar er zitten wel hele leuke producten in die ik wel kan testen in de video en dat wil ik vandaag gaan doen. Ik probeer zoveel mogelijk producten uit de Essence adventskalender als uit de Catrice adventskalender te testen met en voor je. En daar ga ik vandaag een look mee maken. Mijn haar is nog een beetje nat. Ik heb het gewassen en geprobeerd wat te krullen. Alleen vooraan lukt me dat altijd minder dan mijn krullen achter. Maar goed, dat terzijde. Ik zie een beetje wit. Ik moet gewoon weer eens een keer onder de zonnebank. En ik denk dat ik daar ook gewoon dadelijk meteen even ga boeken voor morgenochtend. Het is nou zaterdag dat ik dit opneem. En ik denk dat ik daar gewoon maar meteen even moet gaan boeken. Er komen nog wat adventskalenders online. En ik wil binnenkort ook weer even naar Duitsland rijden. Want stiekem wil ik toch ook wel heel graag die van Trend It Up hebben. Eigenlijk. Ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. We beginnen met het oogschaduwpalet. Wat ik in de adventskalender kreeg. Ik heb de kalender zelf gekocht. En dat is dit mooie paletje van Catrice. Ik zag trouwens in een comment, en heb ik toen ook meteen gekeken, dat Bougie Shop ook een andere adventskalender van Essence heeft. Daar waar ook een oogschaduwpalet en zo in zit. Daar zou ik ook nog stiekem wel interesse in hebben om die te unboxen op mijn YouTube kanaal. Maar goed, we gaan eerst de kalender die we al hebben. Catrice heeft had in het en dat vind ik kleiner een heel mooi oogschaduwpalet te zitten. Eyeshadow palette en hij heeft geen specifieke naam. Maar hij is wel specifiek ontworpen voor de kalender. Het is niet iets wat je zo in het assortiment kunt kopen. Ik hoop ook dat ze een andere kerstcollectie uitbrengen. Het zou natuurlijk kunnen dat ze de spullen die in de adventskalender zitten als kerstcollectie doen. Maar ik zou het leuker vinden als wat er losse. Ik zie echt heel wit trouwens. Maar ik ben gewoon heel erg moe. Maar dat even terzijde. Het zijn mooie kleuren. Het zijn ook neutrale kleuren die in de zin van relatief neutraal, die voor iedereen eigenlijk wel staan. Of je een donker of een lichte huid hebt. Genoeg matte kleuren en genoeg shimmerkleuren. Ik wil trouwens ook eyeliners gaan testen die in de Catrice adventskalender zaten en in die van Essence. En ik heb ook, ik spring er van de hak op de tak, drie kwastjes die in de adventskalender van Catrice zaten. Die van Essence zitten volgens mij standaard ook in het assortiment, dus dat vind ik niet zo boeiend. Maar deze wil ik gewoon ook heel graag testen. Die eyeliner kan dan niet zo gemakkelijk, maar ik heb ook een eyeliner eyelighting pen van Essence, zat ook in de adventskalender. En die is ook denk ik wel mooi als basis. Ik weet nog niet helemaal zeker wat voor look ik ga maken. Maar ik laat even de mogelijkheden zien die ik heb. En dan hadden ze hele mooie multichroom eyeliners in de Catrice adventskalender zitten. En ik heb nu de kleur 01 bij me. En hebben ze ook een 02 wat mij betreft. Maar Catrice deze ook echt in het vaste assortiment uitbrengen. Ik heb het idee dat mijn haar toch niet zo geslaagd is vandaag. Ik moet eigenlijk ook gewoon weer eens een keer in de kokosolie zetten. Denk ik maar. Maar we beginnen even met de swatches van het oogschaduwpaletje. Die zijn heel mooi, goed gepigmenteerd. Ook de matte donkere kleur, bijvoorbeeld die matte groen, is best moeilijk om gepigmenteerd te krijgen. Maar die is ook eigenlijk vrij goed geslaagd. Dus dat is heel erg leuk. De shimmers zijn goed gepigmenteerd, zijn niet al te poederig. Over in het verleden was ik niet altijd tevreden over de producten van Catrice. En de swatch van de eyeliner heb je al in de unboxing van Catrice kunnen zien. En de eyelighting pen, weet ik niet of ik daar een swatch van heb gemaakt. Ja, die voelt wel een beetje vettiger aan. Maar ik weet niet zo goed of dat op mijn oog gaat pakken. Omdat ik al vrij vette oogleden van mezelf heb. Maar wie weet. Ik denk dat ik deze een beetje als highlighter zeg maar aan ga brengen. En dan deze op mijn ooglid zelf. En dan het paletje ga gebruiken. Ik denk dat ik dat maar doe. Een beetje aan de binnenste ooghoek aanbrengen. En een heel klein beetje op het binnenste. Ik zal een beetje inzoomen trouwens. Ik had hem eigenlijk wat witter verwacht. Hij pakt een beetje roze wit uit. En ook hij is, doordat hij zo vettig is, ook niet heel erg goed gepigmenteerd of zo. Komt vooral veel vet vanaf. En niet echt kleur. Dan wil ik niet meteen dit product afzeiken of zo. Maar dat vind ik een beetje jammer. Nou, en van de eyeliner heb ik wel wat meer verwachtingen van. Omdat die dus op de swatch heel erg mooi was. En die ga ik dus op mijn oog, op mijn gehele ooglid aanbrengen. Waar ik deze een beetje laat uitlopen.
Misschien dat je deze van tevoren ook even wat warm moet maken, zodat hij wat soepeler over het ooglid glijdt. Want het is nou een beetje scratchy. Ik ga even een aansteker pakken. Ik ga geen fikkie stoken, maar ik ga hem even wat opwarmen, dat hij net wat makkelijker over mijn ooglid glijdt. Gewoon hou ik het vlammetje niet erin, maar een beetje er tegenaan dat hij wat makkelijker smelt. Oh, gebeurde toch, zag je het? Ik vind wel dat eyeliners dit ook eigenlijk van zichzelf moeten doen. Dan moet ik ook zeggen dat ik deze boven bewaard heb op mijn slaapkamer, maar daar is het gewoon wat kouder. De oog is hier iets minder multichroom dan op de swatch. Die zal ik voor de zekerheid nog even maken, mocht je de unboxing gemist hebben. Want hier varieert hij echt een beetje van kopergoud naar koperrood. Naar ook, ja, af en toe zie ik er ook wel wat groen in. Maar dat is op het oog iets minder, heb ik het idee. En dit is dus officieel een blending kwast. Maar dat is vrij groot. Ik ga er wel even mee mijn oogschaduwbasis zetten. En dat doe ik met die huidskleurige kleur uit het paletje. Oeh, wat een poeder. Kijk, dat wil ik er echt niet heel hard in dopen of zo. Heel voorzichtig moet je. Of met deze kwast, of met dit oogschaduwpalet. Of met allebei. Dat gewoon de kwast te grof is. Ik pak voor de zekerheid toch maar even mijn eigen blending kwast erbij. Wat ga ik dan doen? Want er zitten niet echt kleuren die een beetje aansluiten bij dat goud. Dit is wel wat groen goud. Maar misschien is het ook wel mooi om dit eroverheen te doen. Dat past een beetje bij mijn jasje. Lastig. Of ik doe dit gewoon, dat kan denk ik wel, dit op het ooglid. En dan laat ik deze er een beetje in aansluiten, zou ik maar zeggen. Ik moet zeggen, ik mis nog wel een beetje een zwarte. Want in een kerstlook vind ik zwart, zeg maar, in de Outer V, in dat boog hier, altijd wel mooi. Maar ik begin eerst even met de kleuren wat op te diepen. En ik ga deze als overgangskleur gebruiken. Volgens mij hebben ze, oh, en die is ook heel poederig. Dus het ligt niet zozeer aan de kwast dat die te grof was, die andere kwast. Ook op het oog is het vrij poederig. Ik had niet het idee dat met de swatches, dat ik niet verwachtte dat het zo poederig zou zijn. Maar je ziet het tot heden ook best wel op mijn oog liggen of zo. Misschien ben ik nou te kritisch hoor, dat kan. Dan pak ik even een wat smaller kwastje voor de crease. En dan ga ik deze, ja, terracotta baksteenroodachtige kleur voor gebruiken. Die is iets minder poederig. Op zich blendt het wel goed. Dat is wel fijn. Want dat is vaak met kleuren die oogschaduw die zo poederig zijn niet het geval. En dat is nou wel. Ik moet zeggen, die eyeliner kleur heb ik wel volledig, bijna volledig weggeblend. En van die stick is helemaal niks over. Maar dat komt waarschijnlijk omdat die vet is. En dat gewoon niet zo goed past bij mijn vette huid. Ja, ik ga toch die eyeliner kleur op mijn ooglid nog een keer aanbrengen. Ik heb het idee dat ik dan net wat sterkere basis heb. En dan ga ik deze, ja, koper golden rose idee achtige kleur op mijn twee derde van mijn ooglid aanbrengen. Ik doe het in eerste instantie even met, ja, met het kwastje van wat bij de adventskalender zat. En even droog. En anders kan ik het eigenlijk altijd nog nat maken. Op zich gaat dit prima hoor. Helemaal niks mis mee. Zo droog doet hij het prima. Ik weet niet of de camera het oppikt, maar ik vind hem zo op in mijn spiegeltje echt heel erg mooi. Ik ga wel voor de zekerheid nog even nat aanbrengen. En hij is ook weer heel poederig. Kijk, dat is eigenlijk nog beter. Nog wat gepigmenteerder en nog wat shiny, meer shiny. Maar je ziet het wel best wel op het oog liggen. Ik weet niet of de camera dat oppikt, maar je ziet zeg maar de textuur. Hoeft geen probleem te zijn. En dan ga ik die donkere kleur dus een beetje aan de buitenrand van mijn oog. Een beetje in de outer V en een beetje laatste twee derde van mijn ooglid aanbrengen. Die is heel gepigmenteerd. Hopelijk voorspelt dat zo goed. Oh kijk. Bam. Kaboom. En een beetje in mijn outer V ook. Ik trek hem ook een heel klein beetje door in de crease. Ja, best mooi. Dit moet ik daar even afvegen. Het geeft door de poederigheid wel veel fallout. Maar er is best een look mee te maken. Zeker als je eerst je oogschaduw doet en daarna pas je gezicht gaat doen. Ik doe even eyeliner mascara op. Die zetten niet in de kalenders. Dat verbaast me op zich wel. Maar aan de andere kant ook leuk dat er juist andere dingen in zaten dan normaal. Dus ik ga even eyeliner mascara aanbrengen en ben ik bij je terug.
Op zich is de uiteindelijke look best mooi geworden. Ik weet alleen niet of ik zo over de kwaliteit spreken ben. Je moet er wel harder voor werken. Maar ja, aan de andere kant, is dat een probleem? Nee. En hij is ook niet, als ik dan toch aan het zeuren ben, niet heel bijzonder voor de kerst of zo. Ze hadden misschien nog wat glitters of wat multichroom of net wat andere dingen. Maar op zich, het palet is prima. Ik heb jullie een klein beetje uitgezoomd, want we gaan verder met het gezicht. In de Essence Adventskalender zat een primer, Hydrating Face Primer. En hij ziet er leuk uit. Dus een beetje zo'n ombre effect, hè, van paars. Ook fijn dat hij geen kleur heeft. Tenminste, dat denk ik. Dat hij dus voor iedereen bruikbaar is. Mijn face is al heel erg gehydrateerd, want ik heb vette huid. Of ja, dan juist niet, zeggen ze dan, dat je juist een vochtarme huid hebt. Maar we gaan eens kijken. Oh, het is denk ik wel heel siliconenachtig. Ja, hier moet je tegen kunnen. Het kan, sommige mensen krijgen hier behoorlijke puisten van. En soms glijdt je foundation dan ook een beetje van je huid af. Want foundation glijdt door mijn vette huid sowieso al sneller van mijn gezicht af. Maar ik heb niet het idee dat het met een siliconen primer erger is of zo. Het trekt wel goed in. For an even complexion staat erop. Ik zit te denken. Ik denk dat ik deze blush. Dat is een blush die reageert op de pH van je huid. En dan daarvan geeft die kleur. Dat ik die alvast ga aanbrengen. Want als je het over een foundation heen doet. Kan het zijn dat de kleur minder zichtbaar is. En ik heb ook nog een cream blush voor eroverheen. Over mijn foundation heen. Deze is van Essence. Ik ben helemaal fan van de stick blushes van Essence Baby Cold Blush. Die zijn geweldig. En ik was zo enthousiast over deze. Want ik dacht dus dat deze blush die kleur had die erop had, paars. En dat zou ik geweldig hebben gevonden. Had niet bij mijn look gestaan, maar daar even terzijde. Maar hij is dus transparant. Het is een transparante blush en blushstick. En die reageert dus op de pH van je huid. Dus de zuurtegraad van je huid. En deze kan dus bij iedereen anders uitpakken. En dat is ook leuk, want dat wil dus ook zeggen dat hij ook voor alle huidskleuren geschikt is. Want hij past zich aan de zuurtegraad van je huid. Dus ook een beetje aan de huidskleur, denk ik. Dat heeft niet zoveel met elkaar te maken, zuurtegraad en huidskleur. Maar dus dat is er wel goed over nagedacht. Want zo, als hij echt deze kleur was geweest, had niet heel veel mensen hem, denk ik, kunnen gebruiken of hem mooi gevonden. Dit is wel wat neutraler. Ik ga hem heel even hier aanbrengen. Misschien moet hij nog een beetje ontwikkelen, hoor. Maar deze ga ik dus op mijn, primer aanbrengen. En misschien dat er dan vanzelf al wat meer kleur op mijn bleke gelaat staat. Een beetje inblenden. En de foundation die ik ga aanbrengen is niet al te dekkend. Dus waarschijnlijk komt hij hier nog wel doorheen. En anders heb ik nog een andere blush eroverheen. Het idee dat hij ook qua textuur wel, hoewel natuurlijk de formule eigenlijk anders zou moeten zijn, maar toch wel overeenkomt met die Baby Cold Blush Stick, waar de kwaliteit gewoon echt heel goed van is. En dit is ook wel gewoon iets wat je, tenminste als ik het zo zie, op je kale gezicht zeg maar kunt aanbrengen zonder foundation. Geeft toch net wel meer kleur of zo. En dit kan dus op ieders huid weer helemaal anders uitpakken. En ik ben ook benieuwd of je hem dadelijk door mijn foundation heen ziet. Ik ga een foundation gebruiken die relatief nieuw is. Volgens mij nog niet in Nederland te koop, maar wel in Duitsland. En dat is deze van Maybelline. Dit is een Lumi Matte Foundation. Die dus heel erg mooi effect zou moeten hebben. Die dus een beetje satin-achtige finish zou moeten hebben. Ik heb hem al een aantal dagen gebruikt en gedragen. En hij is echt heel fijn. Hij blijft ook heel mooi zitten. Alleen de kleur is net iets donker. Ik kom bij Maybelline vaak net niet uit. Dus ik ga hem een heel klein beetje mengen met mijn laatste restje. Ik ben in rouw. Foundation van Clinique, de Even Better Clinical. Deze is ook fantastisch. En deze die is echt bijna op. En ik wil gewoon een nieuwe hebben. Dan moet ik echt de restjes uitschrapen. Dus die ga ik een beetje mengen. En dan kun je ook meteen deze even zien. Het effect ervan. Ja, de foundation van Clinique is dusdanig op dat ik hem eigenlijk te weinig heb kunnen gebruiken. Dat foundation nog een heel klein beetje te donker is als je het vergelijkt met mijn nek. Deze komt er niet doorheen. Maar goed, ja, dit is ook best
best wel dekkende foundation. Dus daar kan het ook doorkomen. Maar hij maakt ook niet dat de plek waar ik het heb aangebracht foundation er raar uitziet of zo. De primer heb ik niks op aan te merken. Ik weet niet hoe lang die mijn foundation houdt. Maar hij maakt mijn foundation in ieder geval niet gek of zo. Dus dat is al heel belangrijk. Dan heb ik nog een basisproduct. Ook uit de Catrice Adventskalender. De Under Eye Brightener. En dit lijkt een beetje op die paintpot van MAC. Painterly. Die heb ik ook. Die vind ik heel fijn als oogschaduwbasis. Ik heb volgens mij in die video van Catrice ook al geswatcht. En het is een beetje een, ja, een concealerachtig idee. Wat dus je onder je ogen dus heel erg mooi moet oplichten. En het ziet er ook best wel dekkend uit. Dit is denk ik wel een product wat niet iedereen kan gebruiken. Want ik weet niet, als donkere meiden deze gebruiken, zou het dan niet gek uitzien? Dat weet ik niet hoor. Maar ik ga een heel klein beetje heel voorzichtig onder mijn ogen aanbrengen. Ik denk dat dit misschien zelfs al te veel is. Met de warmte van mijn vinger. Ja, het is geen nette vinger waarmee ik het doe. Sorry guys. Ik vind het best mooi eigenlijk. Het is een beetje een concealer en brightener in één, heb ik het idee. En het werkt de kringen onder mijn ogen ook best aardig weg. I like. Mooi hoor. En ook best wel inderdaad oplichtend. Ik denk dat je het effect dadelijk pas goed gaat zien op het moment dat ik het heb afgepoederd. Maar en ik ben ook benieuwd hoe lang die dan houdt. Maar tot nu toe vind ik dit best een mooi product. Ik denk dat ik deze ook gewoon in mijn everyday bakje ga doen. En gewoon eens wat beter ga testen. Dan hebben we nog een blush uit de Catrice Adventskalender. En zo probeer ik zoveel mogelijk producten in deze video uit de Adventskalenders te testen. En dat is een blush. De Cream to Powder Blush. Hij heeft geen naam, maar dat komt denk ik omdat er maar eentje van in zit. De lipsticks en de eyeliners hebben allemaal C1, C2 van Catrice of Calendar of weet ik veel. Waar die C vandaan komt. Maar er zat maar één product in. Dus dan heeft het geen naam. Net als het oogschaduwplet heeft dus ook geen naam. En dat is dus een cream product. Die heb ik in de video ook geswatcht. De Catrice unboxing. Adventkalender unboxing. Dus dat ga ik niet doen. Ga lekker even die unboxing kijken. Als je dat nog niet gedaan hebt. En ik ga met een kwast van. Wat is het? BH Cosmetics. Ik dacht trouwens dat die failliet waren. Maar laatst zag ik die gewoon bij een DM in Duitsland. Ik moet zeggen. Ik kom in veel verschillende DM's. En daar hadden ze geen van alle BH Cosmetics. Maar deze DM nog wel. Was in, ik weet niet, ik was op de bruiloft van Sander en Hanna. Ik ga een klein beetje pigmented. Dit is geen fijn spiegeltje. Waarom probeer je dat dan ook? Vrouwtje, geen idee. Zo. En dan met de andere kant van de kwast ga ik het wat blenden. Het is in ieder geval gepigmenteerd. Dat is één ding wat zeker is. Om het effect een beetje teniet te doen. Dat is mooi toch? Ik durf niet heel veel meer aan te brengen. Want ik ben bang dat het er dan gek uit gaat zien. Maar het is eigenlijk best een heel mooi product. Inderdaad ook mooi voor een basis. En dat je dan afpoedert en dan een mooie glanzende blush eroverheen brengt. Gaat ook in mijn everyday bakje. Om verder te testen. Zo, ik heb even afgepoederd en mijn wenkbrauwen bijgetekend. Die moet trouwens nodig weer een keer geëpileerd worden. Ik heb de ergste haartjes weggehaald. Ik ga mijn collega die mijn wenkbrauwen doet weer mopperen. Die doet dat met touw, die is daar echt heel goed in. Van, oh je hebt weer haartjes weggehaald, er zitten weer hapjes in. Ja, maar goed, ik vond dat ik niet zo met zulke wenkbrauwen rond kon lopen die zo uitliepen. Ik heb een heel klein beetje toch nog blush aangebracht over het poeder heen. Omdat die best roze is, zeg maar. En dit maakt het net ietsjes warmer, waardoor het wat net wat beter matcht, ervaarde ik. We hebben een highlighter. Ik heb er een van Essence en ik heb er een van Catrice. Maar waar, oh wacht, waar heb ik die van Catrice? Nou ja, die ga ik toch niet gebruiken, want ik heb het idee dat er veel meer in deze look Catrice zit dan Essence. Dus voor de highlighter gaan we sowieso die van Essence gebruiken. Een heel mooi stripjesmotiefje, zei ik al in de unboxing. En deze heet gewoon Luminous Highlighter, wederom geen naam, dat de enige highlighter was die in de kalender zat. En ik ga mijn eigen kwast, zwaaierkwast gebruiken. Deze is al zo oud als de weg naar Rome, maar doet het nog prima.
Ik heb hem trouwens ook niet geswatcht in die video. Het is een hele mooie swatch. Hij komt hier een beetje rose gold over. Maar op de hand is hij net wat gouden. Maar daar zit wel een beetje rose gold gloed doorheen. Op de swatch is hij heel gepigmenteerd. En ik denk op het gezicht ook. Ik weet niet of de camera het oppikt, maar ik zie zo een hele lichte gloed. Maar daar komt het licht vandaan van die kant. Ik denk dat ik het aan die kant beter gezien. Ja, inderdaad een beetje rose gold. En eigenlijk heel erg mooi. Ook wel een highlighter die ik iedere dag zou kunnen gebruiken. Juist omdat er niet zo, zoals bijvoorbeeld die van Becca, die zijn echt bam. Becca bestaat niet meer, maar Smashbox heeft het overgenomen. Maar deze die zijn is net wat gematigder. Hoe zeg je dat? Wat meer in toon. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. I like it a lot. En dan heb ik tot slot nog twee lipproducten. Die zijn ook wederom van Catrice. Dus dan is het leuk dat ik even de highlighter van Essence heb gepakt. Wel, er zat ook best wel wat van Essence in, toch? Een matching lipstick en een matching lip liner. Je had twee setjes in de adventskalender. En ik heb voor nu even de iets donkerdere kleur gepakt. Dit was volgens mij C2. Ja, en die andere was C1. En dit is ook het lippotloodje daarvan. Een beetje baksteenrode kleur. Nee, ietsjes roze dan baksteenrood. En we beginnen met de lip liner. Deze heb ik ook een swatch in de video. Dus mocht je swatch willen zien, ga dan even de unboxing kijken. Maar wel of het zo goed matcht bij de look. Maar omdat ik de blush wat koeler heb gemaakt, hoop ik dat het mooi effect oplevert. Heel gepigmenteerd en heel romig. Fijn. Ik kleur het wel ook een beetje in. Dat vind ik wel het mooiste. Misschien moet ik een klein beetje inzoomen nog. Ik moet zeggen, in de praktijk gebruik ik weinig lippotloodjes. Waarom weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het niet zo mooi matcht bij de rest van mijn look. Maar goed, ja. Het is maar om het even te proberen. En ook het lipstickje is heel romig. En gepigmenteerd. En ook leuke het motiefje. Daar had ik in unboxing het al over. Deze haakt er net ietsjes meer set in. Ja, over de houdbaarheid van de lipstick kan ik niet zoveel zeggen. Omdat ik hem natuurlijk nu pas op heb. En het toch een beetje een first impressions is. Maar hij voelt comfortabel. Hij is mooi gepigmenteerd. Hij geeft waarschijnlijk af. En ik denk dat hij ook niet al te lang blijft zitten. Omdat hij vrij romig is. Maar ja, dan merk je hem een keer bij. Toch? Dit is de volledige look geworden. Ik ben eigenlijk aardig tevreden. Vooral de lipstick vind ik heel mooi. Het oogschaduwpalet had misschien wat meer ingezeten. Maar zeker ook minder. Want Catrice vind ik gewoon vaak niet zo heel goed qua oogschaduwpaletten. Dat doet Essence het gewoon beter. Maar het oogschaduwpalet is zeker niet slecht. De eye brightener vind ik heel erg mooi. De highlighter vind ik heel erg mooi. De primer vind ik prima. Daar weet ik nog even niet zo goed wat ik daar definitief van vind. De kwastjes zijn prima. Ja, en die blushjes vind ik ook heel erg leuk en mooi. Ik hoop dat je het leuk vond. Er komen nog meer adventskalender unboxings online. Dus vergeet je zeker even niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even indrukken op de rode knop. Laat een reactie achter, vind ik ook altijd heel erg leuk. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!